bij het kanaal van Lucky Bastard. Laat ik je meteen mee naar de tafel nemen. Vandaag bekijk ik 5 spelletjes die gelijkenissen vertonen met het kaartspel Uno, maar die allemaal toch wel beter zijn. Wel, afhankelijk van je smaak natuurlijk. Maar ik persoonlijk vind ze wel allemaal beter dan Uno. Voor de verandering neem ik het op vanuit vogelperspectief, want dat maakt het makkelijker omdat het allemaal kaartspellen zijn natuurlijk. Dan krijg je een duidelijker beeld van wat er zich in de doosjes bevindt. Laten we eens erin vliegen en laten we beginnen met wat ik vind van Push. Dus beginnen doen we met Push. Ik doe het altijd volgens de VET-scoren. Dat wil zeggen vormgeving, entertainment en toegankelijkheid. Maar eerst en vooral ga ik kort inleiden hoe het spelletje ongeveer werkt. Als je aan de beurt bent, mag je trekken van de stapel met Push-kaarten. En er zijn kaarten met verschillende kleuren. Soms ook andere symbolen. En je mag nooit niet dezelfde kleur in dezelfde kolom leggen en ook niet hetzelfde getal in dezelfde kolom. Je mag maximum 3 kolommen maken. Ga je ver en blijf je trekken totdat dat je een kaart niet kan leggen in een bepaalde kolom. Bijvoorbeeld deze kan ik niet in een kolom leggen, want hier ligt al een groene, hier ligt ook al een groene en hier ligt al een 4. Dan ben ik kapot en dan moet ik met deze dobbelsteen rollen. En dit bepaalt welke kaarten ik al verlies. Dus als ik blauwe kaarten heb verzameld in vorige beurten, dan ben ik die nu allemaal kwijt. In tegenstelling daartoe mag je natuurlijk altijd eerder stoppen, dat is aan te raden, en mag je een kolom kiezen en jij pakt waarschijnlijk die met de meeste punten in. En dan mogen alle andere spelers met de klok mee of eventueel tegen de klok in ook een kolom kiezen. Nu, er zijn ook kaartjes die ervoor zorgen dat je moet met de dobbelsteen rollen. Dus als iemand een kolom pakt met deze in, en je moet altijd pakken, je kan niet zeggen van nee, laat maar passeren, dan moet hij ook de dobbelsteen rollen en is die potentieel kaarten kwijt. Je kan in plaats daarvan ook je beurt spenderen om een bepaalde kleur die je al hebt verzameld, om die veilig te stellen en dan kan niemand die meer afpakken. Dat is het idee van Push. Laten we eens kijken naar de VET-score. De vormgeving van het spel vind ik goed gedaan. Wel, we hebben hier allemaal kaarten met nummertjes. Dat is meestal niet zo heel divers, maar ik vind dat deze vormgeving echt wel geslaagd is. Het ziet er modern uit, het is duidelijk welk getal het is, vanop een grote afstand. En ook de doos ziet er gewoon uit alsof het iets snel spelend is. En dat is het spel ook. Kleurrijk, aantrekkelijk, goed gedaan. Kaartkwaliteit is degelijk. Het plezier in het spel komt er vooral van hoe ver durf ik te gaan, hoeveel risico's neem ik. Als je bijvoorbeeld hier een kolom hebt met een 4 en een 6, dat is al goed, maar misschien krijg ik ook nog een 5 erbij. Ah nee, ik ga kapot. Dat risico, dat zorgt voor een zekere spanning. Iedereen is geïnteresseerd in andermans beurt ook. Want je hoopt daar ook iets mee te graaien. Je hoopt misschien dat die kapot gaat. Natuurlijk is er een geluksaspect, de dobbelsteen, de volgorde van de kaarten. Maar ik vind dat het ook een heel groot tactisch component is. Wanneer stop ik en wanneer spendeer ik mijn beurt om mijn kaarten veilig te stellen? Dus het maakt het minder geluksafhankelijk dan je op het eerste zicht zou verwachten. Natuurlijk kan het altijd zijn dat jij pech hebt, dat jij de hele tijd jouw kleuren gooit die je kwijtgeraakt en iemand anders komt er altijd mee weg met die dobbelsteen. Dit is een heel simpel spelletje, ook al kan het in het begin wat verwarrend overkomen. Van, ik mag blijven spelen zolang ik wil totdat ik kapot ga. Ja, ik ga nog niet kapot. Ja, ik ga wel. Nee, ik ga hem hier nog leggen. Het is heel snel uitgelegd. Als je het een paar rondjes hebt gespeeld, is het zelfs duidelijk voor degene die nooit spelletjes spelen. Je kan het met je ouders, je kan het met je kinderen spelen. Wat het misschien iets minder toegankelijk maakt voor kleine kinderen, is dat het op het einde van het spel moet er redelijk wat geteld worden. Ik ben al geraakt aan bijna 100 punten, dus dat is toch redelijk wat optelwerk. Maar dat is het enige wat het minder toegankelijk maakt. Qua herspeelbaarheid, ja, dit is zo'n spelletje dat je eigenlijk kan blijven spelen en iedere keer wil je opnieuw je kans wagen en hopen dat je het beter doet. Voor mij is het zeker een klassieker in wording. Ik hoop dat Uno vervangen wordt door Push, omdat er hier meer tactische mogelijkheden in zitten, zonder dat het geluksaspect helemaal is weggecijferd. Je kan het gewoon hersenloos spelen en dat zorgt ervoor dat het zowel fun is als wel een beetje nadenken als je daar zin in hebt. Vervolgens gaan we over naar Kahoots. Het is het eerste, maar niet het enige coöperatieve spel bij deze 5, waar dat je gaat samenwerken om bepaalde doelen te gaan halen. De doelen dat zijn deze monstertjes die je hier ziet liggen, bijvoorbeeld 3 paarse kaarten. Wat wil dat zeggen? We hebben eigenlijk 4 stapeltjes met kaarten. Dat zijn deze kaarten, ik zal ze even hier leggen.
Dus je hebt 4 stapeltjes met kaarten. En deze sluit het best aan bij Uno. Namelijk als je aan de beurt bent, ga je op een van deze stapeltjes leggen. En je legt een kaart die ofwel met het cijfer overeenkomt. Dus een 3 bijvoorbeeld hier. Ofwel dezelfde kleur heeft. Dus oranje, paars, groen en roze. En als je dan 3 paarse kaarten moet hebben, moet je dus zorgen dat er 3 stapels van boven een paarse kaart hebben. Dan is dat toegeslaagd, dan mag je dat afleggen en dan komt er weer een nieuw doel en je probeert een aantal doelen te behalen vooraleer dat de stapel met kaarten op is en dan heb je gezamenlijk gewonnen. Simpel als dat. Op basis van de kleur is het soms moeilijk het onderscheid te maken tussen een roze en een paarse kaart en zelfs een roze en een oranje kaart. Is dit oranje? Ik vind het geen succesvolle keuze hier. Ik had ze liever wat kleurrijker gezien, wat helderder. Kaartkwaliteit is povertjes. Het is niet geweldig. Je kan veel plezier aan het spel beleven als je het een aantal keer hebt gespeeld en je weet hoe je moet samenwerken. Er is ook beperkte communicatie, dus je kan niet zeggen gewoon welke kaarten je op handen hebt. Er komt ook een beetje handmanagement bij kijken. Je moet toch proberen erop te letten dat je verschillende kleuren en verschillende getallen op handen hebt. Als dat mogelijk is tenminste. Want op het moment dat je geen kaart kan afleggen, heb je sowieso verloren. Ongeacht hoeveel doelen er al voltooid zijn. Je kan het aanpassen door er meer of minder doelen in te steken. Dus het spel kan zich goed aanpassen aan ieder niveau van spelers. Nu, als er jonge kinderen meedoen, zou ik wel aanraden om de open kaart daar te spelen. Nu, qua toegankelijkheid zijn er hier en daar wat issues, vind ik, met de kaarten. Bijvoorbeeld, deze zegt 3 paarse kaarten, dus je moet 3 paarse kaarten van boven hebben. Maar wat als je er 4 hebt? Is dat ook nog goed? Wel, eigenlijk niet. Zo kan je verschillende interpretaties hebben bij heel wat van die kaarten. Nu, in mijn video heb ik wel uitgelegd hoe je op de meeste uitzonderlijke gevallen die je kan misbegrijpen, hoe je daar moet volgens de spelregels spelen. En sommige heb ik zelf moeten opzoeken, dus qua toegankelijkheid is dat toch een minpuntje. In zijn geheel vind ik het wel een goed spel. Met, ja, de artwork staat niet aan. Ik vind dat deze kaartjes, de doelkaarten, duidelijker moesten zijn. Dus het kon allemaal nog net dat beetje beter. Wat ik daarnet niet heb gezegd bij de artwork, maar wat ik misschien wel had moeten zeggen, is dat die monstertjes er ook allemaal wel verschillend uitzien. En dat vind ik dan wel weer goed gedaan. Dat hadden ze niet per se moeten doen. Dat gezegd zijn, voor mij persoonlijk, om het spel boven te halen met niet-kinderen of zo, is het misschien net iets te veel geluksafhankelijk. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel heel graag speel met het juiste publiek. Parade is een spelletje waarbij je eigenlijk probeert zo weinig mogelijk kaarten te verzamelen. En dat doe je door telkens dat je aan de beurt bent, ga je een kaart in deze reeks leggen, bijvoorbeeld deze oranje 10. En dan ga je kijken, wat zijn de eerste 10 kaarten? Zo, nu liggen er niet zoveel. Daarvan moet je al niks pakken, dus dat is al goed. Maar iedere kaart die daarna komt, die lager is dan wat hier ligt, dan wat je net hebt gelegd, of die dezelfde kleur heeft, die moet je wel oprapen. Dus stel, in plaats van dat ik deze 10, dat ik bijvoorbeeld deze blauwe 2, dan moet ik niks van de eerste 2 rapen, maar van al de rest wel, als ze lager zijn of ook blauw zijn. En dan moet je ook niks rapen. Het is een spel waar dat, als je ze op het juiste moment speelt, dat zowel lage kaarten als hoge kaarten goed kunnen zijn. Dan is er nog een twist op het einde van het verhaal, want stel dat ik misschien heel wat rode kaarten heb die mij in theorie minpunten zouden opleveren en ik heb de meeste aantal kaarten, dan mag je die omdraaien en zijn die nog maar min 1 het stuk. Dus je wil ergens zoveel mogelijk halen, maar dan liefst van enkele kleuren. En je moet ook letten wat anderen aan het verzamelen zijn, want misschien kan je hun ook nog saboteren op het einde. De vormgeving van deze kaarten vind ik oké. Niet meer dan dat. Dat het zo'n beetje uitgevaagd is, vind ik wel cool gedaan. Je hebt ook een andere versie met Alice in Wonderland als thema. De kaarten die zijn net iets steviger dan kaarten van Kahoot. En maar ongeveer hetzelfde als Push eigenlijk qua stevigheid, maar die van Push die voelen net iets meer glad aan. De entertainment van het spel komt vooral om op elk moment slimme keuze te maken. Je gaat sowieso kaarten moeten nemen, daar kan je niet omheen. Je kan misschien heel vaak de dans ontspringen. Maar uiteindelijk ga je hier en daar wel eens kaarten moeten nemen. Op zich zijn er geen slechte kaarten, ze zijn gewoon een slecht moment om ze te spelen. Frustratie bij het spelletje zal wel eens kunnen komen van het feit dat je deze rij heel de tijd gaat moeten opschuiven.
om het gat te vullen of de gaten te vullen wanneer er een kaart weggaat. Dat is al snel storend, dus dat, als je dat allemaal een beetje samenwerkt om dat te doen. Maar als één persoon dat de hele tijd moet doen, is dat een beetje vervelend eigenlijk. Op zich wat je moet doen is niet moeilijk, gewoon een kaart neerleggen. En het is vrij snel begrepen. Oké, zeker met de lint erbij, dat helpt. Het is niet per se nodig. Dan heb je snel door, oké, die zijn veilig, daar moet ik niet naar kijken. En voor de rest, daar moet ik kijken wat is er lager, gelijk aan of heeft dezelfde kleur. Dus het is een heel simpel principe. Maar door die twist op het einde, dat je van dezelfde kleur probeert te verzamelen, is het toch redelijk wat nadenken eigenlijk. Wat vind ik er dan zelf van? Ik vind Parade een interessant spelletje qua denkwijze. Maar al snel levert het mij veel frustratie op, omdat ik meestal degene ben die rij die altijd moet opschuiven. En dat begint al snel te vervelen eigenlijk. Jammer, want ik vind het wel een interessant principe. Het volgende spelletje in deze reeks is Red 7. En Red 7 hebben kaarten van 1 tot en 7 in de verschillende kleuren van de regenboog. Rood is de beste kleur en zo gaat het stelselmatig met de regenboog mee. Dit spel is even wennen aan het concept van het spel, maar als je je beurt beëindigd hebt, moet jij een aantal kaarten voor je hebben liggen en met die kaarten moet jij op dat moment aan het winnen zijn met de regel die van tel is. Er is altijd één regel van tel en begint. In het begin met degene die de hoogste kaart heeft liggen van alle spelers. Dat is de winnende persoon. Dus de speler die daarna komt, die mag beginnen. En die moet er dus voor zorgen dat hij ofwel een hogere kaart speelt, ofwel moet hij ook kaarten spelen en eventueel de regel veranderen. Bijvoorbeeld het meeste van één kleur. Dus als ik nu deze gele speel, is de speler die het meeste van één kleur heeft de winnaar. Als jij dat bent, dan ben je veilig en gaan we over naar de volgende speler. Heb je geen enkele manier om de regels aan te passen of jouw kaarten aan te passen zodat jij de winnende persoon bent op het einde van je beurt, dan ja, lig je eruit en je raapt in dit spel geen kaarten bij. Je krijgt in het begin 7 kaarten en daarmee moet je het doen. De vormgeving van het spel vind ik goed gedaan. Kleuren, nummertjes, wat kan je ermee doen? Hier wordt er een vlek gemaakt op iedere kaart. Dat je ze gewoon zo moet draaien om de regel te lezen. Vind ik goed gedaan. Overzichtskaartje zit erbij. Ook een overzichtskaartje met alle kleuren, de volgorde. Dus het is niet dat je de hele tijd terug in de spelregels moet gaan kijken. Kaartkwaliteit is vergelijkbaar met Parade. Het is een beetje een samenspel van geluk, tactisch redeneren. Ja, en misschien zelfs strategie, omdat je in het begin van het spel al alle kaarten die je gaat krijgen op handen hebt. Veel begint van het initiële geluk dat je hebt met je starthand. Dus je kan eigenlijk ook al bijna alles plannen, buiten wat je tegenstanders gaan doen. Ook het feit gewoon dat iedere kaart 2 manieren heeft om te gebruiken. Je kan hem in jouw palet leggen, waardoor die meetelt om de regels te voltooien. Of je kan hem gebruiken om de regels te veranderen. En dat gegeven maakt het een zeer tactisch spel. Toegankelijkheid, ja, wat ik net zeg, iedere kaart kan op 2 manieren gebruikt worden. Dat maakt het al een stuk minder toegankelijk dan de andere spellen hier, omdat die gewoon maar 1 functie hebben, alle kaarten. Maar los daarvan, het is uiteindelijk niet zo moeilijk als je kunt lezen wat erop staat. En van de 5 spellen die hier liggen, vind ik deze misschien wel het meest herspeelbaar. Ja, omdat er veel mogelijkheden zijn met die regels die veranderen. Je hebt maar 7 kaarten, het is een super kort spelletje. Dus de kans dat je het 10 keer naar elkaar gaat spelen vind ik ook weer klein. Maar ik denk dat qua herspeelbaarheid de andere spellen er niet aan gaan kunnen tippen. Wat vind ik dan zelf van Red 7? Ik vind het zeker een interessant kaartspel. Maar de geluksfactor die in het begin al meespeelt, gaat zeker met 2 spelers de bovenhand kunnen krijgen. Want misschien dat je gewoon niets kan doen als afhankelijk van welke kaarten de tegenstander aan jou zijn toebedeeld in het begin. Maar los daarvan, ik vind het zeker en vast de interessantste qua spelregels van deze allemaal. We mogen Okidoki zeker niet vergeten. Om Okidoki even kort in te leiden, ga ik de kaarten gebruiken die hier liggen. We werken samen om rijen te maken waar dat de instrumenten in stijgende lijn gaan van het cijfer. Dus hier bijvoorbeeld is het een oranje rij, 6 en 8. Dan een pandabeer, die zorgt ervoor dat we terug resetten naar 0. En dan kunnen we terug in stijgende lijn gaan. Maar je hebt maar 2 pandaberen per lijn. En in iedere kolom mag ook maar 1 pandabeer liggen. En er zijn 5 kaarten per kolom. Ook mag op geen enkel moment een 1 rij 2 kaarten langer zijn dan een andere rij. Dus
Je gaat eigenlijk kolom per kolom aanvullen en zorgen dat er nooit meer dan 1-0 zit. En ook niet minder dan 1-0. Dus je moet in iedere kolom 1-0 leggen. En dat zijn heel wat restricties om rekening mee te houden. Gelukkig is er ook nog een chameleon die je kan gebruiken om het niveau aan te passen in eerste plaats. En om dus gewoon een nummer of een kleur te spelen die gelijk is aan de vorige kaart. Maar ondanks dat je hier hebt gelegd, zou dit dus niet mogen. Het heeft veruit de mooiste kaarten van allemaal. Er staan overal dieren op die instrumenten bespelen. Op iedere kaart staat ook een ander dier dat een ander instrument bespeelt. Ik geloof wel dat het ongeveer per nummer overeenkomt. Dus 1 is 2 keer de muis, maar het heeft 2 keer een ander instrument om te bespelen. De pandabeer in zwart-wit, chameleon. Het werkt gewoon allemaal qua kleuren, qua thema's. Ook veruit zijn het de stevigste kaarten om mee te spelen. Waar komt hier de entertainment van opnieuw? Van het samenwerken, het samen denken, zonder dat je echt kan communiceren. De communicatie vind ik altijd wat stroef verlopen wel bij deze. Het is niet heel duidelijk wat je wel mag zeggen en niet mag zeggen. Of ja, het staat wel duidelijk in de regels. Je mag bijvoorbeeld niet zeggen over de kaarten die je in handen hebt, maar je mag wel het aantal dat je hebt van een bepaalde kleur. En je mag ook zeggen in welke rij je wilt spelen. En dat wil soms zeggen dat je duidelijk aangeeft als je in een bepaalde rij wilt spelen, waar alleen nog maar een 8 kan liggen in een bepaalde kleur, dat je die 8 in die bepaalde kleur hebt. Dus onrechtstreeks zeg je meer dan dat je mag zeggen. Maar ik denk dat je daar slim mee mag omgaan, dus dat is misschien wel deel van het spel. Het einde in het bijzonder bij dit spel is heel tricky, want je gaat een beetje naar een climax en het lijkt gemakkelijker te worden, want je weet steeds meer welke kaarten de medestanders hebben. Maar doordat je altijd een stijgende lijn moet gaan en de ontbrekener, gaat het misschien niet meteen opvallen hoe je jezelf in nesten gaat werken. Qua coöperatief spel vind ik dat leuk dat het ongeveer naar een climax toe werkt. Dan kan het toch nog alsnog misgaan. Qua toegankelijkheid is het misschien ook wel een van de moeilijkere, omdat je echt vooruit moet plannen en heel goed moet samenwerken. Het is niet zoals bij Kahoots, waar dat je toevallig de juiste kaart op het juiste moment hebt. Nee, je moet echt wel, oké, ik moet deze kleur spelen, want anders werk ik mezelf vast. En je bent constant met die afwegingen bezig. Communicatie is key om te winnen bij deze. Wat vind ik zelf van Okidoki? Okidoki heb ik al vrij lang in mijn bezit. En ik vond het initieel een heel interessant spel. Maar ik heb ondertussen misschien wel door hoe het een beetje werkt. Maar dit is zo eentje, een coöperatief spel dat niet te lang duurt, met toch wel wat uitdaging. Er zijn er misschien niet te veel van. Klein nadeel dat ik nog niet heb gezegd is dat het redelijk wat tafelruimte in beslag neemt. De andere kaartspellen nemen zeker minder plaats in wat dat betreft. Het enige wat ik dan nog moet doen is de 5 spellen tegenover elkaar rangschikken. Nu, ieder spel heeft wel iets dat jou kan aantrekken, maar dit is mijn persoonlijke volgorde. Dus als je houdt van veel armbewegingen, dan zou ik gaan voor Parade. Vond het een interessant mechanisme? Maar het was ook het meest vervelende van de 5 spelletjes om uit te voeren. Dat is al dichter bij elkaar, de volgende 4 spellen. Maar ik ga voor Kahoots, mijn persoonlijke mening. Net iets te veel onduidelijkheid, te slechte kaarten. De artwork is overbodig en het slaat op niet veel, vind ik. En om eerlijk te zijn, ik heb al betere versies van het spel gezien. Ik zal misschien even een foto laten zien. Ik wou dat het er zo uitzag ongeveer. Op 3 ga ik voor Red 7. Dit spel heeft me zeker en vast kunnen intrigeren. Maar het is misschien ook wel het meest rare spel om initieel te spelen. Het is heel verwarrend in het begin. En vooral met 2 spelers gaat de starthand je bijzonder kunnen nekken. Als je niet veel opties hebt qua kleuren of niet veel combinaties van dezelfde getallen of opeenvolgende getallen of dergelijke, dan ja, zit je misschien al vrij snel vast. Op 2 ga ik dan voor Okidoki, kwalitatief het beste spel van de 5. Het plannen in het spel treedt heel fel naar voren en daar hou ik wel van. Nu, het is wel een heel doenbaar spel als je het al zoveel hebt gespeeld als mij, dus het blijft niet zo interessant. Dat is misschien mijn enige bedenking. Maar ik vind het echt wel een aanrader voor een coöperatief kaartspel. Nu, ik had wel 1 regeltje fout, dat ga ik even hier zeggen. Als je een pandabeer neerlegt, dan mag je eigenlijk 1 of 2 kaarten onder de stapel leggen en nieuwe trekken, waardoor je er nog meer flexibiliteit hebt. En als laatste, maar eigenlijk als eerste moet ik zeggen, is Push. En Push, dat is voor mij het leukste spel van de 5, omwille van het push your luck gedeelte, vandaar de naam ook. Dat is gewoon, ja, hoeveel risico's ga ik hier nemen? En dat is eigenlijk
push your luck in push your luck. Als je een gewone beurt doet, beslissen van hoe ver blijf ik gaan met kaarten rapen. Als kan je terwijl ook zeggen van, ja, ik ga gewoon geen beurt nemen en ik ga een aantal kaarten veiligstellen, zodat ik die punten niet meer kan kwijtspelen. Dus dat is, ja, ik vind dat heel intrigerend. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb deze opgestuurd gekregen, weliswaar op aanvraag, want ik vond de regels al voorhand interessant. Dus het is misschien geen wonder dat die hier op 1 staat. Maar dat is nog altijd mijn objectieve mening. Het enige nadeel dat ik nog niet heb vermeld is, met twee spelers zou ik niet voor push gaan per se, dan zou ik eerder toch neigen naar Okidoki. Want als het puntje bij paaltje komt, is push nog altijd een best spel. En dat is gewoon interessanter als er meerdere mensen zijn die elkaar kunnen koeieneren. Wel, dat was het dan voor deze video. Als jullie iets aan deze video hadden, vergeet dan zeker niet deze video leuk te vinden of eventueel te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Bye bye.